Waarde Theo, het gaat me in Brabant nog wel. Nu, ik schrijf nogal een haast, want ik zit druk in het werk. Ik werk nogal veel 's morgens vroeg of 's avonds en het is dan alles soms zo onuitsprekelijk mooi. Het loon is laag, niet alleen, maar het werk is vrij schaars. Er is dan ook iets gejaagds en onrustigs in die lui. Uit te drukken hoe het eigenlijk hier is, moet ik nog veel bijleren. Door op alle uren van de dag voortdurend het boerenleven te zien, ben ik er zo ingeraakt dat werkelijk ik aan niets anders haast ooit denk. Met de dag mee word ik feller erop en krijg ik een opgewektheid terug als was ik 20 jaar. Ik moet het ijzer nu smeden. Het is heet.